hoe heet die nou? Melocactus bahiensis. En wat is er nou bijzonder aan? Deze plant, die is uitgegroeid, dus dit wordt nooit groter. Alleen dit heet een cephalium, dat zijn allemaal doorntjes. En dit wordt steeds groter en daar komen de bloemetjes uit, dit zijn de bloemetjes. Dus uiteindelijk, dit blijft doorgroeien tot het zo is of zo, zo'n koker. Dus de meeste andere cactussen, ze hebben net zoals mensen, je hebt een bepaalde limiet. Ja. En groter worden jij niet. Dus bij deze kun je dat zien, want dan gaat zich dit vormen. Dit zijn... En hoe lang heb je die aan? 2 jaar. 2 jaar. En wanneer bloeit die nou? Nu. Dat is de bloem. Dit zijn de bloempjes. Maar die zijn uitgebloeid. Die stonden gisteren open. Die zijn maar heel klein, zulke roze bloempjes. Nee, dat moet ik geen reclame maken. Dat heb ik bij Avri gehaald. Oh, maar dit is geen zaailing? Nee, dat heb ik niet gezaaid. Ik heb vroeger wel gezaaid toen ik een kas had. Ja? Maar toen had ik te weinig zon. En dan kreeg je dingen nooit in bloeien. Dus je moet gewoon vol in de zon. Vaak worden die gekocht en als ze binnen op de vensterbank komen, dan krijg je nooit in bloei. Dat is het enige bijzondere er nu aan, dat ik hem in bloei, omdat ik hem elke dag de zon schijnt, zet ik hem toch in de zon. Oh ja. En nou over die lava. Oh, dat zit hier niet in. Nee. Hey. En waarom is lava goed? Ik heb vroeger, dat is eigenlijk gebroken lava, dus ongeveer hetzelfde als puimsteen, die brokjes, en dan heb ik, die lava zit vol met mineralen. Kwarts, er zit ook in de zwavel. Er wordt van gezegd dat het slecht is, maar het is heel poreus, het is heel mineraalrijk, het is humusarm, er zit niks in. En die cactussen die doen het er geweldig in. Die kunt namelijk kletsnat maken en in de mummeltijd is het ook weer droog. Oh. En die lava die geeft heel langzaam het vocht af. Uh-huh. Dus, dat is mijn ervaring dus. Mijn ervaring is dus dat de kakken gewoon puur in de lava. En tegenwoordig doen ze ook veel hulpmiddelen. Dan pakken ze, werd gebruikt voor open haarden te isoleren. Dat heet dus kunststof, perliet heet het. Okay. Of perlite, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Yeah. Perliet. Dus dat is ook een kunststof. En dat, maar dat toont natuurlijk niet zo mooi als lava. Lava is een natuurproduct. Ja. En dat is roze, bruin of zwart. En er zit ook mica in. Wat ze vroeger in de kachels hadden. Mica-glas? Dat waar je kunt splijten. Die rampjes in de kachel vroeger, in een haard. Ja. Dat weet ik nog wel, zijn vader, die als er een rampje kapot ging, dan wist je wel, dan kon je altijd nog eens zo'n dingetje, zo'n laagje eraf halen. Maar in die lava, het ligt er waar het vandaan komt, er zit ook mica in. En of die plant dat opneemt, dat weet ik niet. Maar er zit een heleboel. Ik heb het nog laten zien. Deed het er geweldig in.